shoot met Cooper voor de sieraden. We gaan nu even nog sporten om er goed uit te zien. Gewoon voor de bel beginnen. Wat enthousiasme, Marie. Ga je stoppen? Laat anders je even je app zien. Ik heb mijn eigen bureau nog niet eens gezien. En onze koelkast is binnengekomen en die heeft een hele leuke kleur. Echt girly girly office met diamanten, alles krijgen we. Mooi dit, ook mooi. Prachtig kind. Ja, dit is mooi. Ik draag nu de Reiners coin. Beauty ook, hè? Beauty is zo, oké? Echt totally in love met de Reiners sieraden. Laatste fotoshoot, yes, we already done. Oeh, oeh. Nou ja. Het is een beetje laag. Dat zei ik ook altijd. Jezus. Oh ja, wel heel hoog. Kan je echt hoog. Dat je zo'n los zwevend hoofd hebt. Ja, dit is beter. Much better. Marie Reinders in de haal. Nou ja. Nooit. Ik schrik er zelf van. Ik schrik er zelf van, oké. Okay. Oké. Okay. Tromgroffel! Welkom bij een nieuwe vlog! In deze vlog ga je zien hoe wij ons voorbereiden op onze sieraden shoot. Dus jullie gaan de eerste sneak peeks van onze sieradenlijn zien. Nou, sneak peeks eigenlijk al best straks veel. Al. Straks in deze vlog. En wij krijgen weer leuke nieuwe items binnen voor onze showroom. Onder andere heel veel smechtdingen. Wat de kleur is. We keep it secret. Moet je even verder kijken. Loesje gaat ook weer in het pand kijken. Want die is ook alweer een tijdje niet geweest. En we zijn weer gezond bezig bij krachtmeesters met voeding en sporten. Dus ben je benieuwd wat allemaal in deze vlog gebeurt? Check it out. En subscribe dan ben je de eerste die een melding ontvangt als de vlog online staat. Doei. Love. Pannetjes voor de Chirietje wordt niet nat. Nee. Want Chirie loopt namelijk niet met regen. En ook niet zonder de regen loopt ze ook niet. We zijn onderweg naar de mei. Oh. En Chirie had gelukkig de BABD paraplu in de auto laten liggen. Jee. Zo, ik ben per ongeluk vergeten om bij Romee in de winkel te filmen. Zo stom. Zodra ik aankom gaan we zitten theeën en dan vergeet ik het. Maar ik heb wel dit hele leuke bliksemschichtje oorbelletje bij haar gekocht en deze earcuff. Het is me wel goed geslaagd. En daarna ben ik doorgegaan naar Jasmijn. En daar heb ik deze bloemboeket gekocht. En er staan allemaal kunstbloemen. En het is echt niet normaal mooi. Dus ik ben nu een beetje mijn huis aan het opruimen. En dit is allemaal nog van de Gian Battista jurken. Dus die moet ik even klein gaan maken. Hoeveel massa hebben wij gehad met de Gian Battista jurken? Een suikerspinnetje erbij en je bent helemaal klaar om te gaan. Dit is echt een plaatje. Dit is echt een dol. Je bent net assenpoester, maar dan in het roze. Kijk, we hebben de roze pruik erbij. Dus ja, welke outfit vinden jullie het leukst? 1, 2 of 3? Let us know. En ik heb net voor mezelf lunch gemaakt. Tonijnsalade, feta kaas, tomaat, mais en komkommer. Dus ik ben best wel op de gezonde toer nu. Ik ga nu even eerst wat eten en daarna ga ik even schoonmaken. Jullie willen ook eten. En ik heb dit geweldige ananasplantje ook bij Jasmijn gekocht. Deze is wel echt. Dit is toch te beeldig. Oh my god. Dus ik ben lekker bezig. Ik ga nu even wat eten. En ik heb een sapje gekregen bij mijn bestelling. Ik ben benieuwd of dit te drinken is. Gaat wel gezond te zijn. Mango, red grape en rooibos tea. Ik ga even lekker wat eten. Moet op. Hey Stinky. Ben je 2 jaar vandaag? Ja. 2 meiden. Oh ja. En wij zitten lekker aan de gemberthee met citroen. En sinaasappel. In deze vlog ga je ook zien dat mijn hondje Stinky jarig is. Heel veel ga je er niet over zien. Maar de cadeaus zijn nog niet binnen. Ik heb namelijk zoveel voor hem besteld. Dus ik ga het allemaal bij hem doorpassen. En dan ga ik je allemaal laten weten hoe ik dat ga matchen met mijn outfit. Mini-mi effect. Mini-mi maar dan voor je dag. Want ik heb Fendi dingen besteld. Burberry, Gucci. Dus te leuk. Dus Stinky's verjaardag komt nog niet heel veel in de vlog. Maar komt er dus wel aan. Zo, het is vandaag dinsdag. We hebben een heel erg lang lekker weekend gehad door Pinksteren. Daar waren we vrij. En dat is weer vandaag het eerste werkdagje. En onze koelkast is binnengekomen. En onze waterkoker van Smeg. En die heeft een hele leuke kleur. Het is weer een lekker druk weekje. Oh, waar is John nou? We zijn de hond aan het uitlaten. We gaan meteen even bij het nieuwe pand kijken of er nog meer nieuwe voorbereidingen zijn. En of er weer lampen of iets geleverd is. Je weet maar nooit. Chirie wil niet meer lopen. We are still walking. Lekker op de weg naar Chills. Olijn en Jeroen. Ja, die zijn voor ons de bureaus in elkaar te zetten en de laatste dingetjes. Jeroen vindt de stage zo leuk dat hij ook in de hele maand augustus wil.
blijven werken. Terwijl hij er eigenlijk bij. Ze zijn nu bezig met Reinders op het pand te zetten, ons logo. De werklui is zo lief dat ze even dat ding voor mij verplaatsen. Ik weet niet hoe dat ding heet. Oh my god. Het logo staat erop. Hij is zo groot, maar hij verdwijnt gewoon op de muur. Helemaal van metaal. Ha, pretty. Jeroen is zelfs ook aan het helpen. Het is niet omdat je stagiair bent dat je dit doet hoor. Nee. Jeroen wilde zelf heel graag meehelpen. Eigenlijk was je vrij. Hoe dedicated. Hoe lief. Onze nieuwe stagiair is echt een topper, Jeroentje. Jeroentje. Ja, die is echt gewoon, die doet alles ook wel hoe wij het zouden doen. Die vindt het ook niet erg om dingen in elkaar te zetten en om lekker door te werken. Lekker creatief. Ons geheugenkaartje is vol. Maar Jeroen is dus een topper. Het is onze allereerste stagiair en tot nu toe zijn we heel erg tevreden. Jullie hoeven je niet momenteel aan te melden voor als stagiairs, want we hebben er dus nu al 3 aangenomen. Dus ze zitten echt wel vol voor aankomend seizoen en volgend jaar. Ja. Maar zodra we stagiairs nodig hebben, konden we erin natuurlijk. Het is een beetje donker aangezien we nog geen lampen hebben gekocht. Maar dit zijn dan de bureaus die we helemaal in elkaar hebben gezet met die bureaustoelen. We moeten nog even een logische indeling gaan maken. Maar Sjoen en ik willen dan hier gaan zitten. En aan deze kant het personeel. De mooie spiegeldeuren. En iets heel leuks is ook binnen. Onze smegkoelkast met waterkoker. Oh my god. En je ziet al een stickertje. Wat voor kleur die gaat worden. Het wordt echt heel geweldig roze. Echt girly girly office met diamanten. Alles krijgen we. En alle kasten zijn ook al in elkaar gezet. We gaan wel lekker op schema, hè, Sjoerdietje? Sjoerdie vindt het ook heel gezellig hier. We denken dat dit een betere opstelling is. Gewoon 4 blok en dan wij met z'n 2 hier. Nee, dan zit je nog meer naar de deurkant toe. We zijn alles aan het inrichten. En ta-ta-ta-ta. Smek, koelkast en waterkoker. Nog niet de goede tafeltjes. Hoe leuk. We hebben ook alles zilver met roze gecombineerd. Dus het match perfect bij ons pand. Dan hebben wij de bureaus eventjes zo neergezet. Leuk dat we gewoon meeboeken. Ja. Schilderijen komen daar nog aan de muur te hangen. We willen misschien ook nog wel neonletters met Julie en Marie. Heel groot op de muur. Dat een beetje roze terugkomt of white kleed daar in de hoek. En die kasten worden allemaal nog gevuld. Wat zijn jullie in elkaar aan het zetten, schatjes? Tafel, zijn jullie lekker bezig? Lekker booty heb je zo hoor, Olly. Ja, oh. Ja, ik ook, maar ik heb net op de grond gezeten. Representing Balenciaga. Team. Ja, en jij Reinders. De echte. Supporter. We hebben een nieuw apparaat voor het nieuwe pand. Style Shoot heet het. En hierop selecteren we de Marie met gezicht recht. En daar staat ze in de cabine. Wow. Daar staat ze hoor. Dan gaan we een leuk filmpje maken. Oké, okay. Are we ready? 1, 2. Woep, woep. Ja, how nice. Ja. Wat we ook nu hebben is een hele gave fotostudio in ons nieuwe pand. Ja, Style Shoots. Waardoor wij dus nu zelf op de webshop gaan bij het nieuwe seizoen. Dus als je iemand met een lijf ziet op de webshop, zullen wij dat vanaf aankomend juli, augustus zijn. Wij denken dat het veel beter gaat komen, want we het helemaal gaan afstylen met de make-up, met de schoenen, met de tassen. Zodat je echt wel een beetje ziet hoe het jurkje gecombineerd kan worden op verschillende en manieren. En hoe wij dus echt zouden dragen. Dus wij denken dat het een groot succes gaat worden. Misschien vinden jullie het wel echt vreselijk in plaats van een model wij. Maar wij vinden het echt wel. Wij vinden het een top idee. Reinders en met Reinders modellen. Haha. Oké, ik ben met Loes. Oh, Loes, ik geef hem aan jou, ja? Wij gaan nu naar het pand, want Loes is ook al een tijd niet gewist. Ja. Je hebt ook nog niet de lamp gezien. Nee, die lamp wil ik zien. Ik wil alles zien. Tafels en de leuning, marmer. Heb je wel gezien. Ergens. Nee, ik heb mijn eigen bureau nog niet eens gezien. Oh, wat heftig. Ja, I know. Ik wil echt heel graag weten waar ik zit. En we gaan echt met de auto, maar het is gewoon kuit heen weer. Ja, daarom. We gaan echt niet lopen, die 300 meter. Oh. Ja, ik heb wel voorrang, hoor. Dankjewel. Goed uitzicht. Zo, nou, wat een mafkees. Hij kwam met een bloedgang aanrijden. Ja. Ik denk wel met 80 of zo. Ja. Maar ja, maar nog geïrriteerd ook? Ja. Heb je de logos ook nog niet gezien? Jawel, die zijn zo vet. Echt. Heb je die al laten zien op de vlog? Ja. Ik weet namelijk niet hoe je dat doet. Het beeldje ontwaakt. Hier kom je binnen. Oh, dit is zo vet. Hier is je office. Ja, check maar. Ja. Check aan de deur. Hi. Desk. Nice. Pet, hè? Ook de folie te mogen aftrekken. Ja, overal nog. Kussen vind ik ook echt wel heel mooi erbij met je. Kleine sneak peek van ons kussen. Oh, prachtig. Ja, het is niet normaal. Marmeren kussens, alles gewoon. Alles! Can't wait. Can't wait.
Wat is er afgelopen week allemaal binnengekomen in ons nieuwe pand? Nou, echt hetzelfde. Jij hebt dat nog niet gezien, maar ik heb ons kussen bij de lamp gezet. Welke kleur is dat? Die gouden. Oh. Dus wat nieuw is, is dat wij dus het interieur binnenkrijgen en het nu een beetje allemaal bij elkaar gemixt zien staan. Dus de lampen, de marmeren kubussen, de kussens zijn dus al binnen, maar nog niet de banken en stoelen. Nee. Maar alles wordt nu wel meer een beetje geheel. Ja. Hoe wij het voor ons oog halen of de kleuren matchen, dat doet het ook. Dus het kantoor wordt nu ook steeds wat meer... Eén? Ja, wij hadden niet zo heel veel focus op kantoor, omdat we echt alleen met de showrooms bezig waren. Maar ja, het kantoor hebben we nu heel alle bureaus in elkaar gezet, stoelen. En we hebben een hele leuke smegkoelkast en waterkoker in het roze. Dus we willen het heel girly stylen. Ja, we willen ook nog misschien nog neonletters aan de wand. En we krijgen nog roze mapjes waar je dingetjes in kan doen. Lekker leuke pennenkokers. Oh ja, wat ook leuk is om misschien nog te laten zien. Wat? We hebben onze eigen pennen laten maken, suikerzakjes, waterflesjes. Alles is gepersonaliseerd rein. Dus je bij ons komt op de showroom. Je kan niet laten zien. Logo's heen. Logo mania. Ja. Vandaag ben ik dat. Oh, nu net. Ja. Ja, mijn haar is net gisteren gebeurd. Kom, we zijn zoveel aan het klussen zijn nu in het pand. Dat het alles, nou zoveel. We zijn niet heel veel aan het klussen. Maar dat het er dus gewoon sneller afvalt. Oké, ik ging even helemaal los. De bakkerdag is vandaag. Het is vandaag woensdag. En wij komen net van kantoor. We hebben net Stinky afgezet bij mama. Want wij gaan sporten. En Sjoe gaat vanavond bij mama eten. Dus het is wel handig als Stinky daar alvast is. Alweer, ja. En wij gaan nu onderweg naar mijn huis. Sjoerietje afzetten. Omkleden naar sportkleding. Nou, ik ben al bijna in sportkleding. Maar het zeggen van deze trui is een beetje warm om te sporten. Ik wil eigenlijk niet van tijd om deze shirt te sporten. Oh. Je moet ervan te gaan trekken. Nee. Nee. Doe het wel gewoon. En wij hebben iets heel leuks morgen. Wij hebben morgen de Reiners shoot van Sieraden. Dus mijn oren zijn al helemaal Reiners proof. En dit vroeg ook iedereen, hè? Wat? Of er ook zilver kwam. Oh, daar heb jij in. Moet ik zo laten zien. Ik heb alles goud in. En Sjoe heeft alles in het zilver in. Nee, niet bewegen. Oh. Ik ga zo even denk thuis even beter filmen. Maar wij krijgen inderdaad dus ja wel goud en zilver in alles. Het is niet echt goud en zilver. Dus nee, het is geen echt goud, dat hadden heel veel mensen gevraagd. Het is steenstiel. En waar, wat een kleurlaagje goud. En hier heb ik een leuk Reiners kopje en een bar met Reiners erin. En hier ook het kopje. En we hebben ook nog veel meer kettingen als de chokers die we hebben laten zien. Het is hier een hele volle tas met allemaal Reiners sieraden. Die we morgen gaan shooten bij Cooper in de studio in Rotterdam. We gaan nu even nog even sporten om er goed uit te zien. Zo, ik heb me snel omgekleed naar mijn sportoutfit. De Reiners t-shirt met Reiners wording. En de Reiners sportbroek. En de Reiners schoenen. Het kan niet op. En dan heb ik ook nog een Reiners telefoonhoesje in. Oh, je bent al klaar? Je bent al bananen te eten? We gaan niet met deze schoenen sporten hoor, jongen. Nee, ook met die jas niet. Zal ik de sleutels pakken? Dag, je weet je, tot zo! Kleur, haar je? Dit is echt zonnig. Kijk, ze blij, hè, op groen. Dat is de zwaarste, hoor. Gewoon voor de bel beginnen. Wat enthousiasme, Marie. Kom maar, blijf poweren. Buik aan, billen aan. Buik aan, billen aan. Sterk staan, niet te veel door de knieën. Hij staat iets verder naar voren, zodat we wat meer hamstring en bil gaan pakken. Oké, staat langzaam naar beneden, goed de diepte in. Blijf op het voorste been leunen. Maar je voelt nu aan de rechterbeen, voel je ook een stretch komen. Dus aan de ene kant doen we een kleine mobiliteitsoefening. En de andere kant gaan we kracht oefenen. Wat tempo, bil aanknijpen. Ik ga je stoppen. Ik zit net begonnen. Het is gewoon niet zwaar, ja. Oh, het is helemaal zuur hoor, dit beetje. Oké. Jij kan een beurtje. Next round. Is het een beetje een favoriete oefening al, of niet? Nee. Waarom niet? Zwaar, heel zwaar. En waar voel je wat? Ik voel mijn voorbeen. Kom aan, hou vol kop. Zet je voet terug. Nog 10 seconden. Dus nog 2 goede herhalingen op snelheid. Kom aan, hup. Goed zo, sterk staan. Je mag ook iets verder naar voren. Hoe verder je naar voren, hoe zwaarder het wordt. Denk aan dat je je elleboog naar je bil toe wilt trekken. Helemaal recht staan. Goed zo. Yes, dat is hem. Ga door. Oh, ga door. Nee, je moet door nog. Je bent later begonnen. Marie, wat gaan we doen? Nee. Wat gaan we niet doen? Oké, dames, jullie mogen het touw uittrekken. Beide. We gaan een kleine verrassing voor de dames doen. Je gaat zo zien hoe ze erbij lopen. Ze kijken nu nog blij. De bedoeling is bij alle drie de oefeningen dat je vol gas aan. Echt alles geeft. Daarna krijg je een spijtje van de pauze. Je pakt de bal boven je hoofd en je smijt hem zo hard op de grond. En die ga ik niet doen. Maar in de favoriet de fiets. Maar ga proberen een bepaalde wattage te halen. Gas geven. Kom aan, tempo houden dames, tempo houden. Kom op. Go. Kom op, tempo erin. Kom op, smijt die bal. Kom op, harder. Kom aan. Goed zo. Kom op. Kan je nog voor de laatste, Marie? Nee.
En als ik je nou zeg dat je deze gewoon cadeau krijgt, die fiets. Dat we hem bij jou thuis gaan zetten. Kom, gas geven, zo hard als je kan. Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, kom aan, tempo. Wow, ik ben niet zo rood als normaal. Hij viel dus opeens uit, sorry. Onze batterij was leeg. En we kregen hem opeens weer nu aan in de auto. We hebben net onze sporttest gehad bij Patrick, bij Krachtmeesters. En dit was even één routine, maar dit doen we natuurlijk niet elke sportles. Het is elke sportles heel gevarieerd, maar nu was het echt... Zo, ik werd in de auto ook onderbroken. Mijn batterij was dus echt leeg. Ik ben net thuis, chill afgezet van het sporten. Even wat makkelijks aangetrokken. En ik ga nu wat lekkers eten. En ik ga even voorbereiden op morgen. We gaan shooten met Cooper in Rotterdam. En we willen echt close-ups maken van onze oorbellen en gezicht. Dus kleding hebben we eigenlijk nauwelijks nodig. Dus we hebben eigenlijk zo'n strapstop nodig. Zoals je van geblote schouders ziet. Even op zoek naar een strapless BH. En of ik iets heb wat geen... bandjes heeft. Anders doe ik gewoon een strapless BH aan. Dat zie je toch niet op de foto, dus dat maakt niet heel veel uit. Ik ga nog mijn haar krullen. Ik heb expres niet gedoucht, aangezien het anders echt te futloos zit. Wel heel chill, want we hoeven helemaal geen setjes te maken of bij elkaar past, want het gaat allemaal op mijn oorbellen. En Sjoe heeft de zilveren in, dus die zal ik morgen even goed laten zien. Ik denk dat ik deze wel ga inhouden. Ik denk dat ik wel de vraag krijg of het van Reiners is, maar dit is niet. Maar ik heb hier natuurlijk ook aan deze kant allemaal piercings, wat ik niet uit kan halen, wat niet van Reiners is. Dus ook wel weer leuk om te combineren. Ik zit er denk ik, zie nu wel een zwarte hoed. Is dat leuk op de foto en het sieraden? En als jullie denken, wat is dat getik? Tuin is kippensoep aan het uitpluizen. Het kan misschien ook nog wel leuk zijn. Neem ik die mee? Verder. Ja, geen schoenen, niks hoef ik mee te nemen. Heel chill. Als de oorballen maar er goed op komen. Even kijken of ik strapless BH heb. Ik heb heel veel BH's, maar of ik nou strapless heb. Even kijken. Het is hier donker. Oh. Are you kidding me? Geen één strapless BH? Oh ja, ingevallen. Nou, die zoektocht ging makkelijker dan verwacht. Allebei een strapless BH. Nou, dat was het. Misschien is het wel alles leuk om zo'n... Nou, lijkt naked. Die BH er zo onder doen en mijn handen erop met een twintig broekje of zo. Dat het heel clean houden. Oké. Okay. Wow, ben ik blauw. To be continued. Ik heb de haat gevonden. Laat anders je even je apps zien. Maar wat? Je apps. Nou ja, ik had laatst een foto gepost. Ik vind, jongens. Kijk, ik heb hier nog wel een. Kijk, eerlijk gezegd. Maar ik ging om, de foto ging boven, zie je. Kijk dan. Oké, dit is. Kijk, kijk, mijn buik is dik. Dit. Maar je ziet toch echt wel. Dat er een begin is. Dus we zijn nu 6 weken pas bezig. We willen dit gewoon tot de hoogzomer en daarna volhouden. Dat we gewoon nooit meer onze buik hoeven in te houden op een foto. Meer over krachtmeesters. Ja. Wij sporten dus 3 keer in de week. En wij hebben een speciale food app. Die zal ik jullie even laten zien. Die heet ook Food. En het is natuurlijk gepersonaliseerd op hoeveel calorieën je natuurlijk per persoon mag eten. Ja, wat je doelen zijn. Ik moet dus alle drie de dingen gelijk hebben. Koolhydraten, eiwitten en vetten. Die moeten allemaal op 100% zitten. Dus dat is eigenlijk de verdeling die ik moet maken. En zoveel mogelijk van elke factor binnen te krijgen. En wij mogen dus 1379 calorieën per dag eten. Afgestemd op ons lichaam en ons gewicht. Dus. En onze doelen. En onze doelen. Dus dat gaat eigenlijk wel goed. Zoals net, ja, ik eet heel veel bij mama, dus dat helpt ook wel, want mama kookt gezond. Ja. Ik haat zelf om te koken, dus ik denk als ik het zelf moet doen, dat het wel wat lastiger wordt. Ja, ik denk als ik echt honger heb, zoals gisteren heb ik van korenpasta, heb ik dan even... Ja, maar je gaat ook heel vaak naar bed dan gewoon. Maar die gaat dan gewoon slapen. Dan heeft ze zoveel honger en denk ze, fuck it, ik ga gewoon slapen. Ik ga gewoon in bed liggen en dan kan ik nog niks eten. Dus ik vind het nog best wel zwaar. Maar ik hou er wel aan. Als ik echt wil snoepen, dan neem ik een honingdropje. Eentje mag ik dan toch? Niet een hele zak? Nee, nee, niet een hele zak. Je moet gewoon soms echt even... Nee, heb ik niet. Ik vind alles... Ik neem ook s'avonds gewoon een gekookt eitje. Ik ook. Vind ik ook heerlijk. Dus het gaat eigenlijk goed. 3 keer in de week. Voor 6 weken heeft hij zo'n fundamentals programma, noemt hij dat. Dat je helemaal in die 6 weken heen wordt afgetraind. We zullen misschien ook wel een keertje echt onze buik goed filmen. Wat de progressie misschien ervan is als we het willen delen. Als jullie het willen weten, dan gaan we dit natuurlijk delen. En zonder in te houden en noem maar op. Dus zal niet zo meer erover te vertellen. Zo, het is vandaag donderdag. Zoals je ziet ben ik zonder make-up vandaag, want het is vandaag de shootdag. Wij gaan nu naar Harley. Nou nu, ik ben nu mijn spulletjes aan het pakken. En ik heb eigenlijk alles al ingepakt. Mijn naam gaat open. Nee. Nou ja, banaantjes mee. En dan heb ik nog rijstwafels en pindakaas. Dus ik ben goed voorbereid dit keer op eten. Voor jullie heb ik alles
meegenomen voor mijn moetie. En zoals ik al zei, we hoeven helemaal geen sets aan. Dus ik heb deze aan en er zit hier een strepjes BH onder. En het twinset broekje. We dachten misschien is het nog mooi met het BH en het twinset broekje. Als een heel clean te houden. Misschien is het ook wel een leuk idee. Dus ik ben nu van schoenen aan het pakken. En ik wil eigenlijk nog even vest aan. Even. Let's have a look. Hmm. Ik heb ook nog de Shayna top van heel lang geleden. Misschien is dat beter. Misschien is het beter. We never know. Ik neem het gewoon mee. Ook die witte. Zo, ik ben ready. Ja! Ik heb Shayna opgehaald. En we zitten in de lift naar Harley om te make-uppen. Dit is de before look. Yes, yes. En de after. Good morning faces. Ik ben net in de make-up geweest bij Harley. We hebben voor een glittertje in de ogen gekozen. En de wenkbrauw weer vol aangezet. Love it. En Julie heeft het gehad. Maar die Nick die zijn nu bijna... Oh, goed momentje. Ja, ik heb het nog half uur bellen, klopt het niet? Nee, nee. Jouw, onze ogen kent navigatie niet. We zijn nu bijna bij Coop. En zo ik... mooi. Ik vind het zo mooi. Ja, het is geen goed film momentje. Oké, Mary en ik zijn opgemaakt. We hebben gekozen voor een subtiel lookje. Een beetje glitters in de ooghoekjes. Ik weet niet of je het goed ziet. Zo in het licht. Zo beter. En een beetje nude. En ik heb dan een zilveren sieraden om. Ik moet even dit nog veranderen naar zilver. En Marie heeft precies hetzelfde lookje eigenlijk. Dus we gaan twinnen. We gaan alleen maar close-ups maken. Dus foto's van dichtbij. Dus we doen straks een mooie strepjes BH aan. En dan that's it. Ik denk ook dat we best wel snel klaar zijn. Want we zijn altijd best wel snel met fotograferen. Coop ook. En dan gaan we weer naar huis. Want het marm of naar huis. Naar kantoor. Wat het marmer wordt vandaag gebracht. Voor de stellingen. Dus voor de rekken waar de kleding aan komt te hangen. Daar zijn we ook heel benieuwd naar. Dus we hebben zin in. We hebben Coop al lang niet gezien. Dus we vinden het even gezellig. En Coop is echt de allerbeste in portretfotografie, vinden wij. We zijn heel benieuwd naar het resultaat en wat we gaan shooten vandaag. Zo, we zijn bij Cooper. We hebben al onze sieraden even uitgestald. Onze chokertjes. Die kennen jullie al. We hebben hele coole, gave oorringen. Hele grote. We hebben deze. En elke oorring en een andere koel. Rijnders. En deze te leuke bracelets met Rijnders. Ik heb nu ook mijn ringetje om. En dit armbandje is echt te schattig ook. Ik zal het even bij Jules laten zien als zilver, want ik ben nu alles aan het goud doen. Zilver ook. Zilveren ringetjes. En die choker met Rijnders. En dan de earpatty hier. En aan die andere kant. Te beeldig. Blij. Nou, gaan we even omkleden. Rara, waar zijn we? Hele foto studio. Ik had alleen het muurtje. Ja, dit doe ik. Maar het licht is nu al mooi. It's now all amazing. Amazeball. Ik denk wel dat je haar losser leuker vindt. Even de jewels laten shinen. Extra. Dat is prachtig. Ja, het is heel mooi die. Eén keertje die schouder meer erin gooien. Mooi dit. Ook mooi. Prachtig kind. Ja, dit is mooi. I'm over here watching my face. Die kopjes. Ja. Die hebben we. Beauty ook, hè? Beauty is zo, oké. Kaboom! Zo, change of setting. Jill, wat ga je doen? Ik ga mijn ketting verwisselen. Van Rinders wording naar kopjes. En we hebben ons topje zo gek, voordat je denkt, wij shooten tot hier. Dus dat zie je niet. Kelpen? Ik ben aan het schoon met mijn nagel. Echt zo leuk, kijk. Highlighter. Shooting! Oh, hij loopt vast. Ik heb nu mijn sieraden gewisseld. Ik heb nu deze Rijnders-ketting om. Super mooi. En we zetten deze bijpassende oorbellen dus bij. Ook met die kopjes. Echt totally in love met Rijnders-sieraden. Zo leuk. Even heel snel bij mij een rommelige staart gemaakt. Ik draag nu de Rijnders-coin. Ik heb hem even dubbel geslagen, want je kan hem ook lang dragen. Met de Rijnders-coin oorbellen. Met de logootjes. Super pretty. Oh, ik heb het laten zien. Hetzelfde. Alleen maar niet, alles in het goud. En ik heb alles in het zilver. Wat vinden jullie leuker? Zilver. Goud. Jules is nu met de derde set bezig. En dat zijn deze coole grote oorringen. Lukt het niet? Moet ik je helpen? Oh. Was dan oorringen veel beter als bij mij? Rijnders earrings. Ik zei mooi. Oh. Ready to rumble. Ze zijn ook niet zwaar gelukkig. Ja, jou kan vast haar wel beter hebben dan ik. Zo, als je naar de zijkant keek, nu lijkt je echt op mij. Change of setting. We zijn nu even naar de studio. Aangezien we hele grote ringen hebben, dat was mooier in de studio. Ik vind het toch een daglicht mooier. Je hebt geen studio nodig met ons. Het leuk, het gaat open. Jawel, jawel. Nou, ik vind het wel veel mooier. 1 seconde. Dat vind ik beter. Heel mooi. Laatste fotoshoot. Yes, we are ready then. En Jill heeft gewoon nog de andere hemdje onder, maar dat zie je niet. Laat even je mooie oorbellen zien. Ryan. Yes. Ik heb ze ook niet. Rijnders oorbellen. Alles is Rijnders, maar hier staat het ook echt goed uitgeschreven. Als jij nou zo staat, dan zie je bij mij ders. Wij zijn nu klaar met shooten. Spulletjes pakken en dan zo houden. Of naar werk eigenlijk. Lukt het je allemaal niet, Marie? Nee.
dacht iedere keer. Ik ben blij dat je nog leeft. Dankjewel, Koep. Marie en ik zijn klaar met de sieraden shooten. We hebben even alles uitgedaan omdat wij het ook... Nee, ik heb alles nog om. Jij wel? Oh, nou ja. Ik heb dus alles afgedaan omdat we steeds moesten verwisselen. Maar het is ook aan. Mooi moeten houden omdat we maar één paar hebben nog. Ja, we hebben maar één paar. Dus ik wil het wel inhouden. Maar we hebben misschien nog op kantoor het nog nodig voor onze fotostudio met de setjes. Dus ik heb het nu eventjes afgedaan. We hebben een beetje haast dat ik Stinky weer ophalen bij mijn vriend. Want die moet om 3:30 werken. En ik ben er precies 4:55. Dus dat redden we dan precies. We hebben weer heel gezellig bij Cooper geshoot. Hele mooie, we zijn super benieuwd. Ja, het is allemaal stainless steel. Dus allergievrij. Je kan er eigenlijk niet mee douchen. Maar tot nu toe hebben wij het altijd omgehouden. Maar het hoort dus niet. Ja, en we hebben even voor het tussendoortje. Hebben we ja, ik heb nu even rijstwafels meegenomen met biologische pindakaas. Om toch nog iets te eten onderweg. Dus dat ga ik nu maken voor Marie. En Harley heeft ons... naar McDonald's gaan. Ja, het is niet naar McDonald's gaan. En Harley heeft onze make-up gedaan. Dit is echt weer stunning. Our girlfriend is the best in make-up. Mijn telefoon is bijna leeg. Heeft mij ook. Hij was 100% toen ik opleidde. Ja, heeft mij ook. Maar kom als we de Instagram notifications aan hebben staan en op iedereen zelf reageren. Zou dat zijn? Natuurlijk. Ja, ik krijg elke melding binnen. Ik moet straks naar... Na 700 meter ga rechtsaf naar Maastunnel. Ons en navigeren. Ja, je moet straks wel met de bocht mee naar rechts. En dan moet je straks gek genoeg weer terug. Omdat je dus waarschijnlijk straks bij een... fietsers. Oh, fietsovergang komt. Je moet dus nu in een tunnel en dan straks weer terug. Oh ja, ik moet hier naar rechts, ik weet al. Ja, weet je dat? Oké, Jules, een pindakaas. Hier is de pindakaas, daar is de pindakaas, daar is de pindakaas. Daar is de pindakaas. Leuk hoor, crackers maken in de auto. Ja, dan nog onder de pindakaas. Nu regent het gewoon keihard. Net zoals nog buiten bij Cooper. En mazzel, dat we hebben. Wij hebben altijd mazzel. Wij zijn... Oh, ja. Thuis. Ik heb net Sjoe afgezet en nu ben ik thuis in Haarlem. Mijn haar is even vast, want wij gaan nu lekker koken. Ik ga maken een volkorenpasta met pesto en kip. Kippetjes! Met spersiebandjes. Dinner is ready. Bon appetit, Siri. Ja. Je hebt al eten. Nou, zoals je weet zijn wij dol op sieraden. Heel erg dol. En we zijn heel erg lang al ermee bezig om een sieradenfabrikant te vinden. Maar we wilden niet zomaar iemand, maar wel echt een goed iemand. Dat onze kwaliteit gewoon goed blijft, zoals we van ons gewend zijn. Dus we hebben het eindelijk gevonden en wij wisten natuurlijk meteen al wat we wilden maken. Dus dat duurde. We wilden eigenlijk gewoon beginnen met de basics. Wat we gewoon dus kettetjes, armbanden, knopjes, ringen. En dat gewoon in de meest basic vorm. En dan aankomend seizoen is het daar alweer een upgrade van. Dus dan wordt het wat gekker. En wat wilder. En zeker dat kopje, dat kunnen de kleine kindjes natuurlijk ook gewoon dragen. Maar wij dragen het gewoon als een derde of vierde gaatje. Dus het is zeker voor kinderen en voor volwassenen. We hebben de kleuren zilver en goud. Dat was ook heel veel vraag. Geen rosé, aangezien we er niet zo heel veel dol op zijn. En jij bent meer van het goud. Ja. En ik ben meer van het zilver. Ja. En we combineren zilver en goud eigenlijk ook nog door elkaar heen. Ja, op de shoot hebben we het ook gewoon door elkaar gecombineerd. En we willen even laten weten wat jullie favoriet is. Misschien kunnen we wel een hele leuke winactie organiseren met de sieraden. Wat is jouw favoriet item? Ik denk de Reiners oorbellen. Die grote. Reinders. Oh. Die grote, ja. Ja, ik denk toch wel echt die de basics. De basics. Ja, die ben ik makkelijk. Meer van de outstanding. Ik ben meer van de outstanding pieces. Dus voor ieder wat wils. Dus als en de prijzen beginnen vanaf 19,95. Tot en met max 59,95. Maar dat is dan voor een armband. Dus dat zijn ongeveer de prijzen die wij gaan hanteren voor de Reiners sieraden collectie. En we hebben er super veel zin in. En het komt ook juli, augustus binnen. Dus nog even wachten. Wat gaan we volgende week doen? Wij hebben 4 shoots ingepland in ons nieuwe pand. Om te gaan fotograferen voor de nieuwe webshop als model. Aangezien we nu ons eigen model zijn voor de webshop. Dus we gaan ook weer bij Harley ons laten make-uppen. En nemen jullie een beetje mee in de looks. Hoe we die creëren dan samen. Hoe we dat een beetje gaan stylen ook. En verder gaan we volgende week vast wel pand. Maar echt alles komt volgende week als de tafels, de stellingen, de rekken, de kleding kunnen we mooi op kleur hangen. Dus kunnen we ook weer meenemen. Dat we een beetje de displays worden opgehangen van de tv's ook aan de muren. Kunnen geven van de wintercollectie. Een kleine sneak peek. Een hele nummer 8, de mini sneak peek. En vast met familie in het weekend. Vergeet niet te abonneren, te liken, te commenten. Wij zullen op iedere vraag beantwoorden onder deze vlog. Dus love Reiners. En subscribe. En als jullie afvragen, hoe heb je haar zo volume gekregen? Droog shampoo. Van André Lo. Kijk nou. Ja, ik vind dat Marie vaker de haar los moet doen. Zij heeft zulk mooi prachtig lang haar. Alright. Tot ziens. Bye.